La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Hallo allemaal, welkom bij de Q&A powered by T-Mobile. Gaan we beginnen, Sean? Let's go, jongen. Ja, ik ga jou de eerste vraag stellen. En, leuk. Dat is van Gert. Zou Sean fulltime streamer willen worden na zijn voetbalcarrière? Van wie is van Gert? Gert0507. Gertje, kijk mijn stream dus. Nee, maar hij kijkt mijn stream dus. Nee, Gert. Denk het niet, maar ik zou het wel part-time willen doen. Zou ik wel leuk vinden, ja. Tamara de Heer. Vraag voor Victor. Hopelijk duurt het nog een aantal jaar voor je stopt. Maar wat wil je gaan doen na je voetbalcarrière? Zo, na mijn carrière. Interessant. Ja, duurt hopelijk nog wel even voordat ik stop. Maar ik hoop wel dat ik nog steeds iets met voetbal kan doen, denk ik wel. Misschien met wat jonge jongens kunnen trainen. Assistent trainer? Ja, dat head coach? Lijkt me wel leuk. Maar meer voor een onder 17 ploeg of zo, onder 19. Talenten ontwikkelen. Dat zou wel mooi zijn. Of ja. Fysio of zo, dat soort dingen. Zo, maar mag je nu wel gaan studeren al voor ervoor natuurlijk. Ja, dat is ook niet super, maar we gaan het zien. Ja. En jij? Ik, assistentcoach zou ik wel willen. Ik zou geen hoofdtrainer willen zijn, denk ik. Nee? Nee. Ja, maar ik wil jongens niet teleurstellen. En ik zou heel graag, echt heel graag, mijn eigen lunchroom willen. Ja. Eigen lunchroom in Utrecht. Ja. Zou ik echt top vinden. Volgende. Van Utrecht Forever. Sean, wat is jouw mooiste moment bij FC Utrecht? Mijn mooiste moment? Ja. Mijn debuut. En daarna denk ik de play-off winst tegen AZ. Het publiek kwam het veld op. Het was één groot feest. Aight. Rinus. Victor, wat vind je van de stad Utrecht? Zo, dat is een mooie vraag. Ja. Ja, ik ben in februari gekomen, dus ik heb nu daar een paar maanden gewoond. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel super mooi. Ja, je vindt het echt leuk, hè? Ja, en nu woon ik ook helemaal in de stad, in het centrum. En ja, Sean heeft mij wel een paar goede advies gekregen van hem. En ja, ik vind het prachtig. Ja, het is knus, hè? Cozy, hè? Ja. Mooie winkels. Ja, is leuk, hè? Gezellige mensen. En ik vind het super mooi. Volgende, van Kelvin. Sean, wat dacht je toen Utrecht weer aanklopte om terug te komen? Ja, ik wist er al langer van, want ik had natuurlijk contact met Jordi. En bij Ajax liep ik een beetje op een dood spoor natuurlijk. Ook omdat ik natuurlijk van blessure kwam. En toen heb ik altijd een beetje contact gehad met Jordi. En ja, voor mij is het gewoon fantastisch dat ik weer hier kan zijn. Het is mijn thuis. Ja, ik ben zo blij en dankbaar dat ik hier weer kan spelen, joh. Oké, dan gaan we naar een beetje een straatachtige naam. EYA030. Zo. Maar die vraagt, hoe oud was je toen je gescout werd? En voor welke club was dat? Eigenlijk was ik, toen ik 13 was ik in Nederland met mijn oude club. En daar was wel een scout van Ajax erbij. Ja. En hij heeft wel mijn naam gekregen en dat soort dingen. Want dat was wel iets te vroeg om, om iets te doen. En, en dan toen ik 15 was in Kopenhagen. Ja. Dan speelde ik een toernooi en daarna waren ze daar ook een keer. En toen ging je naar Ajax? Nee, dan heb ik ook nog 2 jaar gewacht. Okay. Mijn moeder wilde dat ik eerst thuis bleef. Thuis bleven. En, maar hoe oud was je toen je naar Kopenhagen ging? 13. Gaan we verder? Ja. Van Kees. Kees? Dit is iets langer. Kees is geen Hollandse naam, hè? Nee? Nee, is Deens? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Was echt een Deense naam, hè? Deense naam. Michael. Nee, wat is Mikkel? Mikkel. Matthias. Ah, natuurlijk. Jonas. Emiel. Ook. Emiel. Ja. Emiel Bergström. Ja. Ja. Als je voetbalcarrière over is, wat is dit woord? Ambieer. Ambieer je dan een andere functie in de spotlight? Bijvoorbeeld trainer of analist op tv? Of liever verder leven in de Leeuwde? Luwte. Luwte. Ja, yeah, it's like... Nieuwe woorden. Just, you live... like this. Moet ik het zeggen? Yes. Enjoy life. Nobody knows you anymore. Okay. Just enjoy life, ja. Ja, ja, ja.
analist op tv? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja? Ja. Ja, dus ESPN, ik weet niet of jullie kijken. Dikke shout-out naar jullie en Kleibie is ready. Altijd een hele eigen sterke mening. Belangrijk. Oh, je kunt je eigen show maken. Nee, dat zou ik ook niet vinden. Dat vind ik een beetje te ver. Ik zou gewoon lekker liever rustig aan tafel willen schuiven. Utrecht Nieuws vraagt. Wat is iets dat jullie willen bereiken in 2023? Ja, dit is nog steeds 2023. Dus de play-offs eerst winnen. Ja. Dat sowieso. Ja. En dan hoop ik gewoon dat de volgende seizoen heel mooi gaat worden. Ja. Ik hoop het wel. Met een goede ploeg. En voor mezelf persoonlijk hoop ik dat ik veel wedstrijden kan spelen. En dat lijkt me mooi. Ja, dat is een beetje hetzelfde, denk ik. Ja, play-offs winnen. Ik denk dat dat bij Utrecht nu iedereen zijn doel is. En ik denk dat heel Utrecht snakt naar Europees voetbal. En ja, ook als het niet lukt, positief blijven. Volgend seizoen komt weer een nieuw seizoen en dan gaan we met z'n allen gewoon weer ervoor. En ja, hoop ik echt dat we het thuispubliek iets meer kunnen verwennen qua scores en qua voetbal. En dat we als team gewoon beter worden. Wie is de meest bescheiden teamgenoot? Oef. Dat is moeilijker. Ja, even kijken. Misschien wel Anthony. Hè? Ja, maar wat is bescheiden? Is dat beetje voorzichtig? Of, bescheiden is meer... je hebt zelfverzekerd en bescheiden is... Mm. Ja. Ja, hij is natuurlijk nog steeds heel jong. Je hoort hem niet veel, hè? Nee. Dus ik ga voor Anthony. Ja? Antoine. Antoine. Oké, is goed. Volgende? Ja, van Koen de Groot. Als jullie zelf een goaltune mochten bedenken, welk nummer zou dit dan zijn? In La Cucaracha, La Cucaracha. Mm. Het is een andere. Ja. Oké. Okay. La Cucaracha, La Cucaracha. Zo. La Cucaracha. Die is jouw favoriet? Ja, ik ken geen andere. Nee? Dus, nou, ik vind wel, ken je die Ecuador? Doe even voor dan. Ja, die is leuk. Ja. Die is wel leuk. Ja. Maar is moeilijk, ja, hè? Ja, dat is echt de enige die ik ken, denk ik. Ja. Voor de rest heb ik niet zoveel. Deze, Made by Fan. Wie heeft de beste kledingsmaak? Ja, ik weet wel wat je zegt. Ja, ik vind bij ons doen een paar jongens gewoon wel hun best. Je kan wel jezelf zeggen. Ja, dat mag jij wel zeggen dan. Ja. Ik moet bescheiden. Ja, dat is bescheiden. Ja. Oh, dat is bescheiden. Ik vind dat Vicky kleedt zich goed. Ja. Ik vind Otman Boussaïd doet het leuk. En Zakaria. En voor de rest, ieder soort zijn eigen ding natuurlijk. Thanks, maat. Ja, alsjeblieft. Je hebt een beetje mee afgekeken. Mag gewoon zeggen, je hebt een beetje van. Nee, alleen de sneakers vind ik wel mooi. Ja, dat we altijd dezelfde smaak hebben. Ja, dat zeker. Vind ik wel mooi. Ja, ja. Oké, dan gaan we verder naar de... Nee, ik heb er nog één. Oh, je hebt nog één. Ja. Oh. Van Pijnakker Verbree. Welke medespeler binnen het team heeft het ergste ochtendhumeur? Oef, de ergste ochtendhumeur. Zo, dat is ook een moeilijke. Ik vind wel dat iedereen best relaxed is in de ochtend, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik zit om de tafel met de keepers. En, slechte tafel. Ja, slechte tafel. En ze spelen altijd golf. Dus soms is de verliezer van de dag ervoor is een beetje... Een beetje boos. Een beetje stil, een beetje boos. Ja. Dus, en dat is normaal Fabi, die verliest. De laatste pakket. Ja, dus Fabian. Ik ga voor Fabian de Keizer. Wat is het mooiste stadion waar je ooit gespeeld hebt? Ik ga die voor van Zenit. Ja? Ja. We speelden met Europa de play-offs voor Europa League. En toen kwam in de laatste ronde tegen Zenit. Oké. Dat was wel het mooiste stadion. Ik was niet op het veld, maar ik was mee met de Champions League tegen Benfica uit. Vorige jaar, denk ik. Ja. Ja, en dat was echt een bizarre stadion. Vond ik wel echt mooi. Wat is je droomlocatie voor een vakantie? Voor mij is het... ik ben er geweest en het is Bali.
Ik vind Bali echt fantastisch. Ja, lijkt vind me wel. Echt mooi. Ook voor, ja. Voor mijn kinderen, voor mijn zoontje was het toen echt geweldig. Lekker eten, goede vibe. Lekker weer. Ja. Nee, alles was... het was echt de beste vakantie die ik heb gehad. Bij mij? Ik was 1 keer in Thailand. Oh, dat was echt ook iets anders dan normaal. Ja. Dat vond ik wel super mooi. En ik wil eigenlijk nog een keer naar Italië. Ik ben daar nooit geweest. Oh. Nog niet. Kijk dus dat is denk ik op de to-do list. Ja. Voor deze zomer? Ja, niet deze zomer, maar volgende. Waar ga je deze zomer naartoe? Mallorca. Mallorca. Ja. En jij? Ik ga ook naar Spanje, man. Ja? Ja. Goeie keuze. Ja. Zo mensen, dat was het dan. De Q&A, powered by T-Mobile. En we moesten ook nog een winnaar kiezen. Met de mooiste vraag. En de winnaar is... Koen de Goat. En de vraag was... Als jullie zelf een goaltune mochten bedenken... Welke nummer zou dit dan zijn? Dus gefeliciteerd. En wat hadden we ook weer? La cucaracha, la cucaracha. Nou, allemaal bedankt voor het kijken. Koen, heel veel plezier met je prijs. En tot de volgende Q&A. Doei. Ciao.